Woensdagavond 6 november rond 11 uur 's avonds vond een inbraak plaats. Men drong daar de kazerne binnen in Wilnis en men heeft daar brandweerkleding gestolen. En een jaar geleden is daar ook al ingebroken. Er is toen hydraulische apparatuur is er toe gestolen. En nog een maand geleden vond een derde inbraak plaats en daar is toen ook apparatuur gestolen. Nou, de indicatie werkwijze, daar zijn we uiteraard bezig met een onderzoek. Daar kunnen we natuurlijk niet veel mededeling over doen, want dat zou dan datawetenschappen zijn. Maar we kijken uiteraard wel of er verbanden zijn, maar die hebben we op dit moment nog niet kunnen ontdekken. Nee, we hebben tot op dit moment van het onderzoek nog geen zicht op daders of dader. Je weet niet hoeveel mensen daarmee bezig zijn geweest. Maar we hopen op mensen die mogelijkwijs informatie hebben en ons dat willen melden. En dat kan op de telefoonnummers 0900 8844. Of als mensen, mensen kennen, dat zou ook nog kunnen. Dan kan het ook anoniem op meldmisdaadanoniem 0800 7000.